Hallo. Ik wil wat verder vertellen over de tolk Nederlandse gebarentaal die we steeds meer op televisie zien nu rond de coronacrisis. Die tolk op tv, dat is een lang gekoesterde wens van de dove gemeenschap in Nederland. We hebben die al heel lange tijd bij de ochtendjournaals kunnen zien en bij het jeugdjournaal. Maar we zien nu bij persconferenties een tolk duidelijk aanwezig op het standaard publieke net. We zien op de digitale zender NPO Nieuws de 8-uur-journaals getolkt. En dat is iets waar die dove gemeenschap in Nederland zich al heel lang hard voor heeft gemaakt. De dove gemeenschap in Nederland, dat zijn om te beginnen zo'n, naar schatting, 12.000 mensen die van jongs af aan met gebarentaal zijn opgegroeid. Hun gezinnen, de mensen daaromheen, vaak horend, maar soms ook doof. En ook heel veel mensen die later in hun leven doof zijn geworden en gebarentaal zijn gaan gebruiken. Dus er wordt wel vaker gesproken over een schatting van zo'n 30.000 mensen. En dat zou heel goed kunnen kloppen. We weten dat niet precies. Nou, zijn er heel veel mensen in Nederland, zo'n 1,7 miljoen, die niet goed kunnen horen. Dus we hebben 1,7 miljoen slechthorenden. 10% van de bevolking is vaak de schatting. Die in allerlei situaties, de een natuurlijk wat meer dan de andere, moeite hebben met spraakverstaan. Dus met gesproken communicatie in specifieke omstandigheden. Dat zijn niet alleen ouderen. Iedereen wordt in de loop van zijn leven langzaam ietsje slechthorender. Kan ietsje minder goed horen. Maar dat leidt niet in elke situatie in het dagelijks leven meteen tot problemen. Daarentegen zijn er ook situaties waarin mensen die redelijk goed kunnen horen, zoals u en ik misschien, ook problemen hebben met communicatie en het gehoor. Denk aan een druk café, aan een feestje, communiceren op afstand, door een raam heen. Zijn allemaal situaties waarin wij gesproken taal even niet goed kunnen gebruiken. In die situatie zijn wij dus functioneel slechthorend, kunnen wij even niet communiceren met spraak, maar moeten we andere middelen inzetten. En dat is eigenlijk de vraag die voor ligt, van waarom gebruiken mensen niet in al die situaties gebarentaal? Waarom gebruiken die 1,7 miljoen slechthorenden in Nederland niet allemaal gebarentaal? En daar zijn twee soorten antwoorden op. Aan de ene kant is het belangrijk om te beseffen dat die gebarentaal een taal is. Dat klinkt misschien volstrekt vanzelfsprekend als ik het zo zeg. Maar dat betekent ook dat het niet iets is wat je even een boekje voor doorleest en vervolgens gebruikt. Een taal moet je leren of verwerven. We spreken dan ook vaak van taalverwerving in plaats van het leren van een taal. Kinderen die op jonge leeftijd met een taal geconfronteerd worden, die een taal in een omgeving horen, die verwerven die taal eigenlijk automatisch. Dat is niet iets waar ze les bij nodig hebben. Ze communiceren, ze leren door het te doen. En op een leeftijd van 1 jaar of 3 spreken kinderen al op behoorlijk hoog niveau hun moedertaal. En wat ze later op school leren zijn vooral moeilijke woordjes, spreekwoorden, ze leren lezen en schrijven enzovoort. Maar moedertaal, die leer je, of het nou een gesproken taal of een gebarentaal is, moeiteloos op jonge leeftijd. Als mensen later in hun leven slechthorend worden en ze moeten dan gebarentaal als nieuwe taal leren, dan is dat natuurlijk een enorme uitdaging, een grote stap. Die taal, die is net zo moeilijk om te leren, dat is ook iets wat mensen vaak vragen. Hoe moeilijk is het om een gebarentaal te leren? Net zo moeilijk om te leren als, zeg, Chinees. Waarom zeg ik Chinees? Nou, Chinees is ook een taal die helemaal niks met het Nederlands te maken heeft. Zowel qua woordenschat als grammatica heel ver ervan af ligt. En dus een relatief grote inspanning vergt. Chinees is ook een beetje een slecht voorbeeld in vergelijking met gebarentaal, omdat het ook een geschreven variant heeft die gebarentaal niet heeft. Dus als we Chinees leren, dan leren we ook Chinees lezen en schrijven, wat weer een extra inspanning vergt. Dus dat is één aspect van één verklaring voor waarom mensen niet op grote schaal gebarentaal gaan gebruiken als ze slechthorend worden. Een tweede reden is eigenlijk een hele stomme reden. Namelijk,
niemand in hun omgeving beheerst die taal om hem mee te gebruiken. Dus de reactie van slechthorenden als ik ze direct vraag op de man af, heb je niet overwogen om gebarentaal te leren, is tweeledig vaak. Of heb ik eigenlijk niet zo nodig, want het lukt wel redelijk met die oorhanger, met dat gehoorapparaat. En anderzijds, ja, is een beetje onzin, want niemand gebruikt dat in mijn omgeving. Die omgeving van mensen, dat is natuurlijk waar het in zo'n geval omgaat. Als je zelf als slechthorende gebarentaal zou leren, dan is dat niet meteen een oplossing. Het is pas een oplossing als je hem kunt gebruiken met mensen. Sterker nog, je zou zelfs kunnen zeggen, in het geval van horende en slechthorende die gebarentaal leren, is het belangrijker dat de mensen om iemand heen gebarentaal leren en het kunnen gebruiken als visueel aanbod tegen de slechthorende persoon in hun omgeving, dan die persoon zelf. Die moet het natuurlijk begrijpen, maar die zou zelf gewoon terug kunnen praten. Beetje een rare situatie natuurlijk als je twee verschillende talen tegen elkaar praat, maar ook weer niet zo raar. Eigenlijk kunnen we dat heel goed. Onze moedertaal praten tegen iemand die hem wat minder beheerst, en andersom luisteren naar de moedertaal van iemand die voor jou een vreemde taal is. Dus er is een beetje een bijzondere situatie eigenlijk in Nederland. Er is een hele grote groep mensen, 1,7 miljoen, en in zekere zin de hele samenleving, hè, omdat die contact heeft met die 1,7 miljoen slechthorenden, die baat zou kunnen hebben bij gebarentaal. En een heel klein groepje, verhoudingsgewijs, hè, van 30.000 mensen die gebarentaal in het dagelijks leven als voorkeurstaal gebruikt. Daar moet toch iets aan te veranderen zijn, zou je zeggen. Ik kom daar in een ander webcollege ook nog op terug, maar ik wil toch vast hier een sleuteltje van deze situatie, een sleutel tot het oplossen van deze puzzel bieden. En die sleutel die bestaat erin dat we heel goed gebaren en spraak kunnen combineren. We kunnen de woorden uit de gebarentaal nemen en die combineren met onze spraak, zoals ik eigenlijk nu doe. Ik gebruik nu geen gebarentaal. Ik gebruik wat ze noemen spraakondersteunende gebaren. Ik visualiseer mijn gesproken taal. Ik visualiseer mijn gesproken taal op een manier die het makkelijk kan maken voor mensen die woorden hebben geleerd om dat te begrijpen. Dat betekent dus ook vooral dat je die woorden moet leren en niet meteen de hele grammatica van gebarentaal om spraak visueler te maken. Dat lijkt nog steeds een grote stap misschien, want je moet toch de hele woordenschat van die gebarentaal leren om je spraak te kunnen visualiseren. Maar het is echt een groot verschil of je de grammatica van een taal moet leren, waar we vaak veel moeite mee hebben als volwassenen, of dat je alleen woorden leert. In een eerder webcollege heb ik al verteld over de iconiciteit van gebaren. Denk aan het gebaar gebaren. Beweeg mijn handen. En dat is ook wat gebaren betekent. Je handen bewegen om te communiceren. Dat helpt. Dat kan een steuntje zijn bij het leren, bij het onthouden van die gebaren. En dat maakt het misschien relatief makkelijk om daar toch mee te beginnen. Even kijken. Wat daarnaast iets is waar we ons niet zo van bewust zijn, is dat we als sprekers van het Nederlands al heel veel visueel communiceren. U kijkt nu naar een filmpje van mij, een opname. Ik gebruik mijn mimiek, ik gebruik af en toe ondersteunende gesticulaties. In mijn geval misschien ook soms gebaren, want ik haal dat na 25 jaar een beetje door elkaar soms. Maar als u gewoon in een druk restaurant kijkt, tegen de tijd dat die weer open zijn, of gewoon op straat, mensen die met elkaar praten, die praten ook met hun lichaam. We hebben dat als taalkundige heel lang een beetje weggeschoven eigenlijk. Die gesticulatie, dat is niet echt deel van taal. Daar zit toch maar weinig informatie in. We schrijven het niet voor niks niet op, enzovoorts, enzovoorts. Maar eigenlijk hebben we de laatste tientallen jaren in de wetenschap steeds meer erkenning gekregen van hoeveel informatie daar wel
in zit. En hoezeer dat ook echt deel van de gesproken taal is. In de zin dat die gesticulaties niet universeel zijn. Die zijn gekoppeld, zowel in vorm als betekenis, aan de spreektaal, aan de gesproken taal. En we zijn er eigenlijk heel goed in. Hè? In situaties waarin ons gehoor ons in de steek laat, gaan we vanzelf iets visueler communiceren. We wijzen meer, bijvoorbeeld. We gebruiken onze blikrichting duidelijker. We beelden misschien dingen uit op een soort pantomimische manier. We gaan vanzelf zorgen dat we iets visueler communiceren. Dat we compenseren voor wat er wegvalt op het moment dat iemand ons niet goed kan horen. Het overnemen van de woordenschat van gebarentaal in onze spraak en zo onze spraak ondersteunen met gebaren is dus eigenlijk niets meer dan een uitbreiding van wat we toch al doen. En het zou een hele goede manier zijn voor slechthorende mensen en speciaal de mensen om hun heen om wat duidelijk te kunnen communiceren. En daarvoor zouden heel veel problemen kunnen worden opgelost, want we weten uit onderzoek dat slechthorende mensen meer eenzaam zijn, meer psychologische klachten hebben, depressie bijvoorbeeld. En we weten uit recent onderzoek in Engeland ook dat slechthorende mensen een grotere kans hebben op dementie. In Engeland is longitudinaal onderzoek gedaan. Hebben ze dezelfde patiënten meerdere tientallen jaren gevolgd. Meerdere decennia gevolgd, wilde ik zeggen. Om te kijken naar allerlei aspecten van hun gezondheid. En uit dat onderzoek bleek onder meer afgeleid te kunnen worden dat van alle factoren die bijdragen aan het risico op dementie, slechthorendheid op middelbare leeftijd, zo, hè, mensen die ongeveer 50 zijn, die dan al slechthorend zijn en moeite hebben met spraakverstaan, dat die een grotere kans hebben later op dementie. En die slechthorendheid, dat was de grootste voorspeller in verhouding met die tientallen andere factoren die ook gekoppeld konden worden aan het risico op dementie. Zo zijn er allerlei factoren die maken dat slechthorende mensen niet alleen maar informatie missen, maar ook sociaal niet goed kunnen meedraaien. Sommige mensen zijn zich daar helemaal niet van bewust, andere mensen zitten daar heel erg mee. Ook dat is natuurlijk, hè, dat kunnen ze zich ook voorstellen bij een groep van 1,7 miljoen mensen, een heel groot spectrum. Maar waarom zouden we eigenlijk niet allemaal in Nederland meer visueel communiceren, meer gebarentaal gaan leren? Er zijn heel veel mensen, dit is één voorbeeld uit Frankrijk, die daar mee bezig zijn, die daar ervaring mee hebben, die daar positief over zijn. Dit is een boekje, dat verscheen afgelopen jaar, postuum. De auteur, Barbara Leland, was docent aan de Sorbonne Universiteit in Parijs, beroemde universiteit, gaf daar Engels. En die gebruikte ondersteunende gebaren bij het aanleren van Engels, omdat ze merkte dat dat effect had. Haar studenten die konden zo beter meedraaien. Die haalden hogere prestaties, zou je moeten zeggen, bij het verwerven van Engels als vreemde taal in Frankrijk. Zij heeft daar niet onderzoek naar gedaan, hè, maar ze schreef wel op basis daarvan een boekje over haar kennismaking met de dove gemeenschap, haar ervaringen daar, de ervaringen om zelf meer visueel en auditief te kunnen communiceren, om daartussen te kunnen schakelen. Dat boekje dat heet La langue des signes peut changer le monde. De gebarentaal kan de wereld veranderen. Zij was daar buitengewoon enthousiast over. Het is een tweetalig boekje. Sign Yourself Happy is de wat kleuterigere Engelse titel van het boekje. Maar het is maar één voorbeeld van iemand die uit eigen ervaring heeft gemerkt hoeveel die gebarentaal kon toevoegen in het leven van horenden. Dus ik zou eigenlijk willen afsluiten met ook u op te roepen om die gebarentaal serieus te nemen. En ook te gebruiken. Ga een cursus doen, ofwel de gebarentaal zoals doven die gebruiken, ofwel spraakondersteunende gebaren. We noemen dat in Nederland soms Nederlands met gebaren, afgekort NMG.
om zo met veel meer mensen in uw omgeving te communiceren die daar misschien wel een beetje afhankelijk van zijn aan het worden, omdat ze steeds slechthorender worden. Tot slot, dat slechthorend worden is vaak niet iets wat je merkt als horende. Dat gaat zo geleidelijk dat je eigenlijk niet weet wat je mist. En pas op het moment dat het sociale effecten gaat hebben, dan betrap je er zelf op van, hé, wacht eens even, iedereen lacht, ik niet, ik heb weer wat gemist. En dat is iets wat pas langzaam als een soort sluipmoordenaar in het leven, het klinkt wel heel bloederig, in het leven toeneemt van mensen die langzaam wat gehoor verliezen. Als de hele samenleving wat meer visueel zou kunnen communiceren, dan zou het voor heel veel mensen in Nederland makkelijker zijn om sociaal betrokken te blijven. Gebarentaal heeft veel meer potentie, met andere woorden, dan die nu benut wordt. En die tolk op televisie is een eerste stapje, denk ik, in een ontwikkeling naar een samenleving waarin we tweetalig worden in zowel gesproken Nederlands als Nederlandse gebarentaal.